Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. En vandaag is een video die heel veel gevraagd is om te maken. Iets van 3-4 keer. Want wat ik ga doen is brood boosten. Want ik heb dus, als jullie het vroegen, dan zei ik van ja, eerst moet mijn kolonie, de eieren die ik er nu in heb gelegd, moeten uitkomen voordat ik echt weer nieuwe eieren erbij ga leggen, nieuwe poppen erbij ga leggen. Want dat ga ik niet, ik ga het niet te veel maken. Maar ik keek nu gisteren dus in mijn nest. En als je hier buiten kijkt, zie je niet heel veel. Alleen een paar van die eerste werksters. Maar als je hem dan open doet, zit het helemaal vol met werksters. En daar is ook de koningin ergens. Als je goed kijkt, dan zie je er hier lopen. Wacht even hoor. Zo, camera. Ja. Maar ik dacht dus van ja, ik heb het beloofd. En ze zitten nu weer. Gewoon, ze zijn nu uitgekomen. Dus gaan we met deze eitjes. Hier heb ik twee plasticjes. Gewoon uit een flesje geknipt. Ik weet niet of het een flesje. Nee. Hier heb ik twee plastic plateautjes geknipt op een. Uit een flesje. En daar heb ik de eitjes op gelegd. De eitjes heb ik uit een kolonie buiten. Een Lasius niger kolonie. En een Lasius flavus kolonie. Want het lijkt me ook wel gaaf om er gele werkstertjes in te hebben. Dit is een koninginnenpop. Die ga ik eruit halen. Want je wil niet dat de kolonie onnodig koninginnen krijgt. Het geeft best wel veel energie van de kolonie. En het slaat nergens op. Want hier kan geen koningin in vliegen. Dus ja. Deze eitjes heb ik dus gewoon buiten gevonden. Ik heb een paar plekken waar een paar putdeksels zitten. En als je die eraf trekt, dan heb je daar onder de poppen. Dus ik weet eigenlijk altijd wel redelijk zeker dat ik, dat ik poppen heb. Maar dit, ik ga niet verder dan dit. Want ik vind het, de broedboost is voor mij meer dat ze grotere prooien aan kunnen nemen. Maar het gaat mij niet om dat nou de kolonie heel snel moet groeien of zo. Dus dit, hierbij hou ik het wel. Maar deze ga ik er wel bij doen. Dus ik haal het dekseltje van het nest af. Gelukkig zijn er nu nog niet te veel mieren. Dus kan het nog. En dan ga ik heel voorzichtig de eitjes er zo inleggen. Dus zoals je ziet liggen ze nu hier. En ik weet niet hoe de andere mensen doen, maar wat ik dan doe, is ik pak een paperclip. Ik vouw hem helemaal uit, zodat je dit krijgt, wel met een stompe kant. En dan ga ik die eitjes van het plattegrondje in het nestopeningetje halen. Zo. Zodat ze er sneller bij kunnen. En dan ga je dus op een gegeven moment krijgen dat ze hier allemaal zitten. Dan pak ik een stukje slang. Stukje slang, type. En dan blaas ik op dat dingetje. Op dat punt waar ze dus zitten. En wat er nu gebeurt is dat de eitjes hier zo naar de eerste kamer gaan. En vanuit daar kunnen ze ze dan helemaal zo hierheen brengen. Wat dit is weet ik niet, misschien schimmel. Dat moet ik even kijken, maar ik denk dat het komt omdat ik te veel vocht aan heb gebracht. En dat vind ik raar. Dus dat moet ik even kijken. Maar ja, zo moet het dus. En dan moet je gewoon dit allemaal hier zo. Dus hier zo in doen en dan elke keer dat herhalen totdat je klaar bent met het broedboosten. Nou, bedankt voor deze video. Het wordt te lang als ik al die eitjes erin moet gaan doen. En daar ben ik echt wel een uur mee bezig om al die eitjes erin te doen. Dus neem er de tijd voor.
houdt wel bij hetzelfde geslacht. Dus als je bijvoorbeeld Lacius Niger kan met Lacius Flavus, dat wordt niet verzekerd. Maar, en sowieso, broedboost kan altijd fout gaan. Maar Lacius kan bij elkaar, Tetramorium kan bij elkaar, maar je kan niet Lacius bij Tetramorium doen. Tetramorium weet ik eigenlijk niet, want die is een territoriaal. Maar goed, je snapt wat ik bedoel. Dus Campenotus en Lacius, als je Campenotus eieren bij een Lacius doet, is een hele grote kans dat het niet gaat werken. En dus ja, nou ja, tot de volgende week. Doei!